Welkom bij. Games 93. Hallo kijkers van Ultra Games 93 en welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Grid. Yeah! Jongens, vandaag gaan we weer verder met de Grid World. En voor de mensen die de vorige aflevering niet hebben gezien, de vorige keer hebben wij de 24 hours de manche gereden. En vandaag gaan we waarschijnlijk naar een nieuw gebied. Wat ik verwachtte eigenlijk twee afleveringen geleden te doen. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, allereerst jongens, hebben jullie een fijne dinsdag? Ik wel. We gaan gewoon naar een nieuw gebied. Want jongens, dit hebben we allemaal gedaan. Op alles hebben wij een beker. Op alles hebben we de eerste plaats. Dus hoera, 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 hoera. Hier precies hetzelfde. Waar gaan wij naartoe? Wij gaan volgens mij naar Japan of Azië of zoiets. We gaan naar Japan, als ik het zo goed zie. Dus, jeep. Hoera. In ieder geval, jongens, we gaan deze vandaag doen. De Pro Tour Champion Toe Shield. Jeep. Oké, allereerst moeten we natuurlijk gewoon altijd eerste worden. Want wij zijn de finish. Het is maar één race. Oké, dat is leuk. Ja. Toge is head-to-head racing on narrow Japanese mountain roads. Pro Toge events take place during the day on closed public roads. You'll race two legs against each opponent, one up and one down. The winner is the fastest over two legs. In Pro Toge events, contact is strictly forbidden between drivers. It is up to the chasing driver to ensure that no contact occurs, so be incredibly careful when attempting a passing maneuver. Dit klinkt moeilijk, maar we gaan het gewoon doen. Even kijken, waarmee gaan we rijden? Wat hebben we allemaal? We hebben een Nissan, Toyota, Ford, Dodge, een Plymouth en een Honda. Oké. Laten we even kijken wat voor auto leuk is. Oké, we hebben hier een Honda. Prijs maakt niet zoveel uit. Topspeed. Topspeed hoog en de rest een beetje average. Oké. Topspeed average. Acceleration en grip. Oké. Deze is beter op elk gebied. De Ford Mustang. Deze is alleen beter op acceleration. En deze is overal gemiddeld. En deze Nissan is beter op acceleration. Van wat ik hier zie. Oh, deze is ook leuk. De Dodge. Van wat ik hier zie, denk ik dat ik al eentje heb gekozen. Oh, Nissan Skyline. Oké, dat kan ook. Grip, topspeed, acceleration, grip. Topspeed en grip. Acceleration. Ik denk dat ik al eentje weet, jongens. Ik denk dat we voor deze gaan. De Dodge Viper. Want dat topspeed en acceleration, dat vind ik sowieso wel heel belangrijk. En de rest is toch average. Let's do this. Buy new. Yes. Voor de mensen die trouwens de eerste keer deze video kijken of al een hele lange tijd niet hebben gekeken. En ze gewoon vergeten zijn. Voor mensen die zich dan afvragen. Hey, waarom staat dit op basic bij difficulty? We hebben een handicap in deze game. Hoe bedoel je? Nou. Je ziet flashbacks available. Die flashbacks kunnen wij niet gebruiken. Gewoon simpelweg omdat het flashback knopje precies op hetzelfde knopje zit als mijn opname aan en uit knopje. En dat is dus niet handig. En daarom hebben we dus een handicap. En daarom zet ik hem op basic om zo het gelijk te trekken. Maar goed, wij gaan die racen in de Japanse bergen. En kijken wat de game nou precies van ons wil. Want ik heb geen enkel idee. Ik weet alleen dat wij... Als wij achterliggen, wij niks mogen aanraken, anders hebben we een probleem. Round 1. Hoeveel rondes zijn er? Mag ik dat weten? Want als er 20 rondes zijn, dan zijn we nog wel een tijdje bezig.
Oh, twee rondes, oké. Nou ja, maakt niet uit. We gaan gewoon proberen altijd eerste te blijven. Dan hoeven wij... Nou, dat was dus een leuke testrun. Dat was een hele leuke testrun voor deze auto. Wij gaan gewoon proberen eerst te blijven. Want dan hoeven we ze niet in te halen. Tot ziens, gozer. Ik vraag me af, als die gozer achter ons inhaalt, wat gebeurt er dan? Ik ga gewoon heel cautious rijden. Want een driftkampioen ben ik niet. Kijk daarvoor vooral naar Tokyo Drift. Een leuke film. Als je mensen wil zien driften hier in de Japanse bergen. Maar ik ben niet de hoofdpersoon van Tokyo Drift. Dus, jee. Oké, kom op. Ik zie die gozer achter ons niet eens meer. Dat vind ik wel leuk. Als ik hier twee rondes van moet rijden, nou, dan heb ik geen enkel probleem. Maar dan moet het wel alle twee in één keer goed gaan. Maar ja, goed. Oké, mooi. Eerste. Ja, helemaal goed. Ja, continue. Die was simpel. Nou, nog eentje te gaan. Ga ik vanuit. Jup. En nu begint hij als tweede. Of als eerste en wij als tweede. En wij mogen hem niet aanraken. Dus ik zou zeggen gewoon inhalen. En nu naar de rechterkant, want dan heeft hij een probleem en ik niet. Oké. Restart. Voorzichtigheid. Gozo, je hebt ons aangeraakt. Je hebt ons ingehaald. Of aangeraakt. Wat is dat voor bullshit? Hij heeft ons aangeraakt. Moet... Oh. Heeft hij ons aangeraakt of hebben wij hem aangeraakt? Doesn't matter. Ja, tot de los. Oké, ik dacht dat dit een makkie zou worden. Is het niet. Ik vind het wel leuk. Dit is iets wat we nog nooit gedaan hebben. Oké. Niet te strak sturen, want dan raak ik het controle over het stuur kwijt. Oké, restart. Echt. Ik zei het woord cautious, maar ik volg het niet. Go. Nee, ik dacht het niet, gozer. Ik ga je geen open baan geven om mij in te halen. Ik ben niet gek. Hoewel. Daar kunnen we over twijfelen, maar... Ik geef je in ieder geval geen vrije pas. Bewust. Voeg meteen even het woordje bewust toe, want... Als ik bots, geef ik hem wel een vrije pas. Maar dat is dan onbewust door mijn eigen schuld. Oké, gewoon het gaspedaal niet zo vol intrappen. Gewoon een beetje... Ja, lalalala. Cautious, cautious, cautious. Kleine dotjes gas. Het gaspedaal zit hier om af en toe een keer in te drukken. Alsof er een penalty zit voor te lang inhouden. Kijk, en hier mag je wel vol gas. Want we zijn bij de finish. Oké, en nu is de truc dus gewoon inhalen. Want we staan op de eerste plaats. Jup, eerste plaats. Hey. Maar goed, maakt niet uit. Die tweede ronde moeten wij dus ook in één keer halen. Ik had verwacht dat ze dit als twee verschillende races zouden doen, maar dat is het dus niet. Nou ja, geen probleem. En die penalties worden trouwens aan het einde opgeteld. Goed dat we dat nu weten. Goed. Cautious is het woord hier nu voor. Voorzichtig. Voorzichtig, hoor ik een flinke botsing achter mij. Voorzichtig.
Ja, gozer, ik spreek geen Japans, dus ik weet niet wat voorzichtig in het Japans is, maar het spijt me. Als ik Japans kon, had ik je verteld dat je voorzichtig moest zijn in het Japans. Maar sorry, ik kan geen Japans. Dus ja. Oké. Heel veel kaasjes. En volgens mij zijn we er dan bijna. Ik vind het wel leuk dat we nu ergens anders dan Europa of Azië of Europa of Amerika mogen rijden. Hoppakee. Easy does it. Hoppakee. Ja, gehaald. Had ik op zich ook wel verwacht. Krijgen we nu? Jee. Had ik verwacht. Winner! Yeah! First round. Oh, moeten we nog eentje? Oké. Ik wist niet dat we twee races zouden krijgen. Nou, dan doen we er nog één. Geen probleem. Nu vraag ik me eigenlijk af, als we restarten, moeten we dan helemaal opnieuw beginnen? Gaan we niet proberen. We gaan het gewoon proberen in één keer goed te doen. Oké, we staan allereerst gewoon weer... Dit gedeelte van de race is nog wel het makkelijkste van de twee. Maar wacht even, dit zijn de semis. De semifinals. Dus dat wil zeggen dat die gozer achter ons al van iemand heeft gewonnen. Met andere woorden, voorzichtigheid is key. En dat heeft die gozer achter ons ook wel begrepen. En natuurlijk geen mogelijkheid geven tot inhalen. Want die gozer wil ons niet aanraken. Maar dan krijg je penalty en tijdproblemen. En niet thuisproblemen, want zo klonk het wel. Dat ik dat zei, nee, tijdproblemen. Waardoor de winst alsnog naar ons gaat. Maar die gozer achter ons zal het... heel erg vervelend vinden. Dat wij zo aan het rijden zijn. Oké, en nu vol gas. Hoppakee. Ik geef toch altijd de voorkeur aan topspeed en acceleration. Oké, first. Ja, dat is heel leuk. En nu moeten wij dus de weg terug. Oh, dit is ook een Nederlander waar we eens tegen strijden. Oh, wat leuk. Oh, het scheelt nog trouwens geen seconde. Nou, en nu moeten wij... andersom ook goed doen. Het liefste in één keer. Want ik weet niet of de semifinals een retry is of dat je dan helemaal opnieuw weer moet. Nou, in ieder geval hier vol gas. Holy damn. Shit. Oké, we moeten wel restarten. Als je heel dichtbij me rijdt, gozer, dan raken wij elkaar best wel gemakkelijk aan. Oké. Oh, de berg af is in principe geen probleem, maar de berg op, ja. Oké. Fuck! De berg op is altijd een obstakel voor mij. Deze races zijn best wel kort, dus om ze opnieuw te doen vind ik niet zo erg. Kijk, de hele lange race waar je echt 5 rondes aan het rijden bent, of de 24 hours du manche van afgelopen donderdag. Ja, maar dan moet je echt 24 minuten gewoon volledig opnieuw doen. Maar deze, dit rij je af in ongeveer een minuutje. Deze race. Dus eigenlijk ben je gewoon een minuutje aan het opnieuw doen. Wat niet zo heel erg is. Ik vind het wel leuk trouwens. Rijden in Japanse bergen. Racen door de Japanse bergen. En deze auto is op zich best wel lekker. Hij stuurt best wel lekker. Oké, vol gas. Oké, hoeveel secondes loop je achter? Volgens mij nog geen minuut. Maakt niet uit. Oké, let's go.
Een halve minuut. Of een halve minuut. Een halve van een seconde bedoel ik. Oké, okay, let's go. Allereerst gewoon weer heel netjes inhalen. En dan netjes uitrijden. Ja, dat weet ik. Netjes uitrijden. Dat is even wat we moeten doen hier. Ik ga gewoon op het midden van de weg rijden. Dan krijg ik het heel moeilijk om mij in te halen. Want volgens mij staat zijn AI ingesteld op alles doen behalve mensen aanraken. En ik geef hem gewoon heel weinig ruimte om mij dan in te halen. Zonder dat hij mij kan aanraken. Zonder dat hij mij aanraakt. Is dit de laatste bocht? Yup. Go! Oké, eerste. Het scheelt niks, maar dat maakt niet uit. Gezien. Dus we gaan het potje niet terugkijken, maar nog minder tijd over dan de vorige keer. Hoppakee. Winner! Het scheelt niks, maar dat maakt niet uit. En waarschijnlijk finale, hè? Ja. Had ik nog wel verwacht dat we nog een keer de race zouden moeten doen. Dus dat is heel sneaky van de game. Hij laat het één keer zien, maar eigenlijk ben je drie keer aan het racen. Maakt niet uit. Ja, met Yushi Naito, of hoe je het ook uitspreekt. Sorry als ik het verkeerd uitspreek, jongens. Let's go! Mooi. Zelfde techniek. Want ik weet niet of deze moeilijker is. Waarschijnlijk wel. Het is een riskier opponent. Maar naar beneden rijden heb ik geen probleem mee. In principe. Of ik moet gewoon een keer de focus heel erg wegleggen. Dan heb ik een probleem met naar beneden rijden. Naar boven rijden is een heel groot probleem. Want dan ben ik meer gespannen en dan gaat het meestal weer verkeerd. En jada, jada, jada. Kijk, deze bocht moet je best wel scherp maken. En nu full throttle. Joehoe! Oké. Gedeelte 1 gehaald. Zit hij meer dan een halve seconde achter ons? Volgens mij wel. We shall see. Nee, minder zelfs. En we rijden met een wit vlaggetje met een rode stip erin. Is dat... Ja, dat is gewoon Japan. Of China. Nee, Japan. China heeft volgens mij een rode vlag. Japan, een witte met een rode stip erin. Of ik vergis me, dat maakt niet uit. Volle focus. Jup, en weer vol op de middenweg rijden. Of op het midden van de weg rijden. Want de middenweg is key op dit moment. Very important. Very, very important. En go. Ik vind het trouwens altijd wel spannend. Oh god. Zeg niet dat het daar de tempel is. Fuck! We hebben hem ruimte gegeven en hij heeft het genomen. Applaus. Oké. Oh, alweer. Hoppakee. Nou, alweer die berg af. En dan gaan we alweer de berg op. Wat leuk. Wat? Ja. En hij heeft mij geraakt. Aangezien ik de wagen voor zijn wagen heb gegooid.
En hij rijdt rechtdoor, dus dan botst hij tegen de wagen op. Ik wou zeggen, hè? Hoezo haal je mij in één keer? Zo hadden we niet afgesproken. Maar ja, goed, ik begrijp wel. Ik gaf hem een opportunity om in te halen. En he took it. Real good. Applaus voor die gozer. Ga ik nu niet doen, maar... Full throttle, kom op. Echt, ik kan wel dromen hoe die route naar beneden nu gaat. De weg naar boven is een beetje meer tricky. Weer 0,48. Oh, deze geeft 2 seconden vertraging. Oh ja, tuurlijk, omdat ik mij aangeraakt heb. Perfect. Oké, kom op. We mogen elkaar niet aanraken. En daar ga ik maximaal gebruik van maken. Ik dacht dat ik het heel moeilijk ging vinden om mensen aan te raken, maar... Op dit moment vind ik het meer een voordeel voor mij dat je niemand mag aanraken dan een nadeel. Ik hoef me niet zorgen te maken... Over die pushende mensen. Hey! Waarom krijgt hij de penalty? Vind ik niet erg hoor, maar... Volgens mij hebben wij nu de jury omgekocht, jongens. Geen probleem. Ik ben niet voor het omkopen. Maar dat betekent als wij het niet heel erg verpesten, dat wij nu hebben gewonnen. Ja! Hoppakee. We hebben sowieso gewonnen. En nu komt die penalty er nog bij van hem. En dan... Is het game over voor hem? Met ongeveer 5, 6 secondes vertraging. Daar gaan we. Hoppakee. Yeah. Hoppakee. Gewonnen. En dat is de bedoeling. De finish heeft weer als eerste gefinished. En zo houden we het. Mooi. Eerste plaats. Teams, eerste. Jee. Dat zie ik nou graag, dat geld binnenkomen. Oh, nou ja. Tenminste wat geld. Hoppakee. Ja, perfect. Well done, Daniel. Nice race. That'll improve our bottom line. Ja, het is... We hebben niet zoveel geld verdiend als de auto kostte, maar dat maakt niet uit. Hé, hey, nieuwe sponsors. Kunnen we de volgende keer nieuwe sponsors erin zetten? Maar dat doen we de volgende keer. Jongens! We hebben vandaag geraced in de Japanse bergen. Ik vond het heel vet. Een vette manier van racen. De volgende keer gaan we weer verder met de Rid World. Maar voor vandaag zit de aflevering erop. Jongens, ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Kijk zo even duimpje omhoog. Help mij mee. Help je het kanaal mee. Abonneer als je nog niet is geabonneerd. Geef ook wel aandacht aan het kleine lieve witte belletje. En volg me op Twitter als je dat nog niet doet. Dan ben je altijd up-to-date over de nieuwste nieuwtjes, updates, video's, weet ik veel wat allemaal nog meer. Kijkers, ik vond deze aflevering kei vet om te doen. Ja, ik vond het heel leuk. Kijkers, er valt voor mij nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei! Ah, de video is nu alweer afgelopen. En wil je nou nog wat meer zien? Jongens, dat kan. Hou het kanaal dan goed in de gaten. Of check eventjes de afspeellijsten voor de voorgaande series en de voorgaande afleveringen. Wil je nou up-to-date blijven over de nieuwste gebeurtenissen, livestreams, video's of wat dan ook... Klik dan ook even op het belletje. Dan houdt YouTube je namelijk up-to-date. Wil je naast YouTube ook nog via Twitter up-to-date worden gehouden? Volg ons dan ook even op Twitter.